Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de tweede aflevering van Robin's Mol Talk. De aflevering waar Sarah voor de tweede keer het spel moest verlaten en daarna ook nog eens een keer vrouwtje. Het is jammer dat ze eruit moest, want ik zag haar best wel graag. Uh, ze had best wel humor, maar dat was blijkbaar niet genoeg om het uh, spel door te komen. Ja, wat ik eigenlijk wel opvallend vond, ook aan deze tweede aflevering, is dat er maar twee opdrachten zijn. Het valt mij namelijk op dat nu voor de tweede keer er twee opdrachten zijn. Is het meer om duidelijk te maken wie de mol is? Of is het juist zo gedaan dat er met twee opdrachten zijn om het juist moeilijk te maken om te ontdekken wie de mol is? Want lijkt mij persoonlijk dat bij drie opdrachten dan zie je de mol natuurlijk op drie verschillende plekken. En dan lijkt het mij dat je daarom dan ook sneller iemand eruit kan halen. Wat nu dus in mijn optiek een stuk lastiger is. Dan wilde ik nog even terugkomen op de eerste aflevering van Robbers Mol Talk. Daar heb ik een persoonlijk bericht gehad dat Jurre niet het minste heeft verdiend. Maar zoals op de foto hiernaast te zien is, is dat wel het geval. Samen met Sander. En daarnaast betrapte ik mezelf erop dat ik tijdens het bewerken van de vorige video er namelijk achter kwam dat er nog iemand toonaangevend was. De toon. Oh shit! Oh shit. Ja. ja, dit is hem! Dit is hem! Dit is hem! Ja. 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 Is okay, hem. We pakken het ding! Oké, okay, Niks. Ja. En dat was natuurlijk Nabil. Want zoals je kon zien, vindt hij namelijk de verschillende toonhoogtes. Met de attributen rondom hemzelf. Waar hij dit ook mee kan aangeven. En dan hebben we natuurlijk uh, onze community. Bij de vorige aflevering heb ik een, een stroppel achtergelaten. En dat is nu ook weer het geval. Maar bij de vorige stroppel is er wel twee hele keer op gestemd. <laughs> en één stem was voor Sander. En één stem was voor Nobiel. Dankjewel in ieder geval voor de twee mensen die hebben gestemd. En nogmaals, in de beschrijving staat er een linkje waar je kan stemmen wie jij denkt dat de mol is na aflevering 2. En dan hebben we natuurlijk ook de reacties onder de video. En geloof mij als ik zeg dat ik. Soy niet meer verdenkt na deze aflevering. Hetzelfde als wat Luca en Kika zeiden. Ook Shannon vond dat Soy verdacht reageert tijdens de aflevering. En daarnaast heeft ze eigenlijk nog een hele andere goede hint. Ik had het bericht al gelezen, maar ik heb nog niet teruggekeken of dat ook daadwerkelijk het geval was. Wanneer ik tijd heb, zal ik het zeker nog doen. Maar blijkbaar stonden alle klokken op 12 uur. En Ranomi is in 2012 Olympische kampioen geworden. In ieder geval een hele goede hint richting haar. En natuurlijk, dankjewel voor deze hele mooie hint. En mochten jullie ook nog andere hints of theorieën hebben, laat het ook gerust weten in de reacties. Dan zal ik deze meenemen in de volgende aflevering van Robbes ook Dan is het uh, nu tijd voor de tweede aflevering. De titel van de aflevering was kunstgreep. Ik dacht dat ik wist wat het woord was, maar ik heb het uiteindelijk toch even opgezocht. Volgens de Vandalen is een kunstgreep een vaardige ingreep of truc of een listige streek. Een andere pagina geeft ook aan, en ik moet het even goed citeren, een onjuiste mededeling, het verzwijgen van enig feit. Dat de Verzwijger verplicht was om mede te delen. het aannemen van een valse hoedanigheid en het manipuleren van stukken. Nou, dat is dus. als je het zo gaat bekijken, vooral opdracht 2, uh, waar ze de, de, ja, de props moesten gebruiken. om um, foto's na te bootsen. maar ook natuurlijk de mol die een valse hoedanigheid heeft aangenomen. Maar daarnaast was een van de eerste dingen die bij mij opkwam. toen ik het las, natuurlijk het bondje tussen Anke en Daniel. Top, goed gevoel waar. Uh, eigenlijk omdat Daniel een bondje met Anke wilde aangaan. Ja, mocht Anke of Daniel de mol zijn, dan is het een uh, listige maar slimme streek om zichzelf in te kunnen dekken. En dat is wat uh, Jeroen Kijk in de Vechten ook zei tijdens de echte moltalk. En dan uh, natuurlijk uh, wat ik ook al zei, was opdracht 2 ook de kunstgreep geweest. Natuurlijk de vele Misses van zooi met de foto's. Dit kan zo zijn. Ja, maar dit is een dier. Dit, waarom zetten ze anders een dier neer? Ja, maar misschien, een hebben zij, misschien hebben zij misschien hebben niks anders en kunnen ze dat niet maken. Nee, dit is. Nee. Maar ook uh, Anke konde wat van. Ja, dit, dit zijn gewoon, nee, je ziet een soort van vis met een oog, maar dit zijn de, deze oogjes. Dit, dit is deze foto Ja, ze hadden gewoon van alles naar mijn idee gewoon op de grond gemieterd. Deze zijn natuurlijk uh, de meest voor de hand liggende en bij het andere team was het natuurlijk ook wel wat lastiger om daar te kunnen mollen. Maar daar wou ik zeggen dat er ook wel dingen zijn voorgekomen. En een daarvan, die ga ik ook zo verder bespreken in opdracht 2. Maar goed, voor zover de titel. En dan gaan we eerst door naar opdracht 1 van deze aflevering. Opdracht 1 is genaamd Stalen Zenuwen. De opdracht waar Sarah nog terug kon komen wanneer ze 1500 euro uit de pot kon spelen. Door de andere kandidaten en de mol werd dat bedrag niet gehaald. En moest Sarah definitief het spel verlaten? Helaas ook voor haar voor de tweede keer. En dat is iets wat je sowieso niet mee wil maken. En daardoor kwam er van de 3000 euro maar 1300 euro in de pot. En hier was gelijk ook iets aan het begin van de, van de opdracht wat mij heel erg opviel. Dat was na de leader. En ook, en ook natuurlijk tijdens de opdracht. Het viel mij namelijk op dat Nabil en Sarah een toepakshirt droegen. En, en het leek me ook wel een beetje vreemd wat Nabil deed in de leader van de intro. Het lijkt er een beetje op dat hij de letters mol probeerde uit te spellen met zijn armen. En daarna zijn hand voor zijn mond te houden. Ja, ik ben benieuwd wat jullie hierover denken. Laat ook hierover weer weten in de reacties. Uh, of jullie denken dat dit echt een mol-actie was. Of dat ik uh, het mij inbeeld. Dan verder gerelateerd aan de stalen zenuwen. Dat waren die van uh, Sarah. Ze had, uh, meer dan 90% had ze gehaald. Helaas niet de volledige 100%. En de andere kandidaten, moet ik eerlijk toegeven, die hadden nou niet echt bepaald stalen zenuwen. Hier was opmerkelijk te noemen dat Soy zichzelf tussen aanhalingstekens opofferde voor de rest van uh, de spelers. Zodat hun het spel konden afmaken en meer eisen konden binnenbrengen. Jongens, ga je er nou maar gewoon door. Uh, ik heb mezelf opgeofferd. Het was. Uh, Zeker nogal onnodig. Omdat iedereen twee levens had. Ja, en er pas een leven af nadat ze werden gezien. Nou ja, in dat noem ik dan echt niet uh, mijzelf opofferen. En dan, als hij wel zich daadwerkelijk had opgeofferd. Dan is Nabil ook degene die zichzelf opofferde. Want hij raakte ook zijn tweede leven kwijt. En was dus ook uit het spel. Op een gegeven moment komt die drone mijn kant op vliegen. Die staat voor mijn neus. Ja, en ik was wel... Maar... Daar moet ik ook gelijk bij zeggen dat ik na deze aflevering ook Nabil wel wat meer ga verdenken als mol zijnde. Daarnaast was het natuurlijk ook dat hij de tweede Brancard meenam. Wat overigens wel heel erg slim was, zodat je meer stenen kon meenemen. En pas eigenlijk later, voor mij was het zelfs 20 minuten in het spel. Dat ze op de vingers werden getikt door het derde team. En ja, dat is dus wel heel erg slim. Want dan heb je heel veel tijd verloren en kan je dus minder binnenbrengen. En dan hebben we natuurlijk Anik die het balletje liet vallen omdat ze gladde handen had. Nou, ja, het lijkt mij een beetje sterk als je handschoenen aan hebt, maar goed, dat tezijde. Ja, lang verhaal kort, eigenlijk iedereen had hier wel zijn of haar aandeel wat een molactie had kunnen zijn. En hier hoefde dus de mol ook niet heel veel te doen om alles tot een slecht einde te kunnen brengen. Maar goed, door naar de tweede en ook alweer de laatste opdracht van deze aflevering. En opdracht 2 is ook wel propvol genoemd. En dat was zeker wel het geval in de opslag waar ze alle de foto's moesten maken met de props die ze hadden. En hier kon eigenlijk aan beide kanten wel vrij goed gemold worden. En dat is ook zeker wel gebeurd, aangezien ze maar één foto goed hadden. En ook hier werd Constant Soy naar voren gehaald met al zijn acties. En ja, die, eigenlijk slakt hij een beetje over, want het is gewoon zo opzichtig. En je kan me niet wijsmaken dat, dat het zo'n opzichtige mol is dit jaar. Dus die is voor mij definitief ook van mijn lijstje afgeschrapt. En wie daarentegen wel de mol zou kunnen zijn is Daniel. Want hij probeerde ook constant te reageren. En ook bij een van de foto's zei iedereen ja dat hij gestuurd moest worden. En hij zei niks en liep eigenlijk weg. Zullen we gewoon fotograferen, ja, jongens? Ja, ja. Doe maar, maar ik, ik denk, ik denk het, het ook niet. Maar... Ik denk het zeker niet. We, we hebben ook... niet, ja, iets. Ja, we hebben we niet heel veel tijd, hè? En hij voelt zich daardoor ook nou niet echt gehoord. Wie zegt ja? Ja? Ja, ik ook. Oké, okay, let's go. Hij is gestuurd. Oh, nieuwe foto. Ook weet Anke te overtuigen dat ze bij een goede foto staan. Terwijl het echt overduidelijk is dat het niet de geval is. Nou, ja, dit, dit zijn gewoon. Nee, je ziet een soort van vis met een oog. Maar dit zijn de, deze oogjes. Dit, dit is deze foto. Dat is in ieder geval de kant van de fotografen. En dan hebben we nog even kort de kant waar ze de props moesten inleggen. En daar zou ook de titel van de aflevering kunstgrepen op kunnen duiden. Want leek hierop namelijk dat Jurre de foto's verticaal heeft gestuurd. Wat ervoor zorgt dat de foto's misschien niet duidelijk zijn. En nou is ook al vaker genoemd dat, dat de foto's aan zich niet heel erg duidelijk zijn. Maar toen ik het zag, toen had ik wel zoiets over... Ja, voor mij is het eigenlijk wel duidelijk wat ze met die foto's bedoelen. Maar goed... Misschien ligt het aan mij. En om dat van Jurre nou direct een mortie te noemen, dat, uh, dat absoluut niet. Want Soy gaf aan uh, dat, ze, dat hij al door had dat ze, de, dat ze de telefoon moesten draaien. Maar ook aan het begin van de opdracht zag je ook dat, ik moet even goed zeggen, dat volgens mij Daniel de telefoon al gedraaid hield. Dus ze wisten dat ze. De telefoon moest om een duidelijke foto te kunnen krijgen. Ze hebben een pop op de grond gelegd ja. met een rood hoedje, ja. iets van een doek eroverheen en een, en een soort... Ja, en dan hebben we ook weer gedurende de hele aflevering dat Aniek hele kleine dingetjes heeft en Renomi die behoorlijk op de achtergrond verdween. En ja, dat zijn de mensen die we toch wel wat meer in de gaten moeten gaan houden. En ook tijdens deze opdracht werden constant de mensen die op straat liepen in beeld gebracht. Ja, dan zou het ook heel goed kunnen dat de mol dus in het andere team zat. Want ja, ze konden dus de foto's propvol stoppen met niet relevante dingen. Ja, om daar gelijk even op door te haken. En dat is meer een algemeen dingetje. Is dat ook tijdens deze opdracht weer een rubber eentje te zien is. En dat zou kunnen refereren naar Ranomi als een Olympisch zwemkampioen. En daarnaast hebben we ook in deze opdracht de letters mol staan. En achter de trap, of nou ja, hebben we sowieso en de letters mol staan. En is dat er een letter M. En daarachter staat er een trap die de A uitbeeldt. Wat dus zou kunnen inhouden de, dat Anke of Aniek de mol zou kunnen zijn. Nou, mochten jullie zelf ook nog ginsen of theorieën hebben, laat het dan weten in de reacties. En dan uh, zal ik deze meenemen de volgende aflevering. En dan uh, zijn we alweer aangekomen bij de test en executie van deze aflevering. De aflevering waar Fraukje het spel moest verlaten. En dat was best wel jammer, want het was best wel gezellig met haar. En ik niet alleen vond het heel erg gezellig dat zij daarbij was... En wat mij daar vooral opviel bij het invullen van de test. was dat er veel kandidaten de andere kandidaten verwachten. Maar aangezien vrouwje eruit is. zou het dan inhouden dat Nabil, Ranomi of Jure niet de mol zouden zijn. Bij de executie zelf was vrouwje heel erg verbaasd. dat ze eruit moest. en kreeg ze een klap omdat ze het naar haar zin had. En degene die echt emotieloos was, was Ranomi. Ja. En ik snap niet, gezien de andere reacties van de andere kandidaten, dat je dan gewoon zo koud erbij kan blijven zitten zo van, oh ja, ze is eruit, volgende. Maar goed, daardoor is het wel het een en ander veranderd aan wie ik verdenk. Nou ja, sowieso Soy, Jure en Aniek verdenk ik eigenlijk helemaal niet meer. En daarentegen is wel Nabil en Ranomi erbij gekomen. Dus voor deze week zijn mijn verdenkingen... Nabil, Ranomi en Daniel. En zoals ik ook al zei, laat weten via de link in de beschrijving wie jullie denken dat de mol is na aflevering 2. En dat is waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet de belletje aan te zetten zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu uh, later.